Opa, doe je mee? Met Cluedo? Het lijkt op een gewoon familiebezoek. Een spelletje Cluedo spelen bij opa en oma thuis. Nee. Maar dat is het niet. Finian is hier omdat hij vorige week gevlucht is uit Israël. Samen met zijn broer, zus en moeder. We wonen hier tot de oorlog is een beetje meer kalm. Hij woont al zijn hele leven in Israël, maar is Nederlands. Opa, heb je iets? Daarom kon het gezin toen de oorlog uitbrak mee met een speciaal vliegtuig van de Nederlandse regering. Weg uit Israël. En dan moesten wij heel snel pakken en naar het vliegveld gaan. En dachten naar iedereen, onze vrienden in Israël. En dan waren wij net in Nederland. Het ging helemaal heel snel. Het gezin woont in Haifa, een stad in het noorden van Israël. Het is daar een stuk rustiger dan in plaatsen dichter bij Gaza, maar ook hier is er kans op geweld. Finian's vader is daar nog, vanwege zijn werk. Wij hebben hier gegaan voor onze veiligheid, maar dan kan hij niet mee. Dus dat betekent dat hij is in gevaar of niet. En ja, we weten niet helemaal de antwoord. Gelukkig spreken ze hem wel en stuurt hij af en toe filmpjes. Gisteren heb ik ook met hem gepraat, maar hij ziet er goed uit en ook onze huisdieren zijn goed. He's so happy. Yeah, he's very excited. Finian is blij dat hij zelf veilig is, maar vindt de oorlog heel erg voor de inwoners van Israël en Gaza. De dingen die gebeurt in Israël is helemaal niet goed. Het is heel slecht. Maar in Gaza gebeurt een beetje van dezelfde. En ze willen ook weg, maar dat kan niet. Het is niet al van Gaza dat dit doet. Het is alleen maar Hamas. En ook, het is ook de slechte punt van Israël. Israël doet het ook. Ook het nieuws van vandaag doet hem veel. Het doet pijn op allebei kanten dat je het ziet. Het doet pijn en naar iedereen, niet alleen ons. Ik hoop dat het stopt. Dat iemand kan zien dat dit is niet de oplossing en dat het kan wel anders.